Hele goedemorgen, het is vandaag zondag en ik ben opgestaan met fucking erg koppijn, niet normaal. Ik heb net al koffie gehad en Nessie is trouwens nu de film Wolf aan het kijken. Die is net op Netflix gezet. Dus ja, leuk Enes. Enes heeft gewoon als ontbijt pasta gegeten voor Happy Eater. Ik ben echt zo jaloers. Ik heb trouwens even snel mijn haar gedaan. Ik ga me nu verder snel klaarmaken, want ik heb zo'n afspraak en dan zie ik jullie straks. Echt, ik weet niet wat de fuck ik aan heb. Dus dat helemaal nergens op. Maar ik heb een zakje mee met walnoten als ontbijt. Oh, ik heb mijn auto gevonden. Die stond niet in de garage. Even kijken. Het is trouwens super slecht weer. Het regent echt kapot erg, niet normaal. Verder heb ik een nieuwe trui van de Zara aan. En het is heel grappig. De laatste tijd koop ik eigenlijk een beetje allemaal dezelfde kleuren. Zwart, allemaal bruine tinten, zandkleuren. Waardoor het lijkt alsof ik elke keer een beetje hetzelfde aan heb. Maar ik heb gewoon heel veel hetzelfde, zeg maar, gekocht. Ik weet niet, ik ben niet meer zo into kleuren of zo. Ik heb echt zo'n fase. Nu is bijvoorbeeld neon ook heel erg in. Maar ik weet van mezelf dat ik echt geen neon ga kopen op dit moment. Ik ben helemaal niet in de mood voor neon. Voor de rest zie ik er een beetje raar uit omdat mijn wenkbrauwen niet zijn gedaan. Ik ga eindelijk vandaag mijn wenkbrauwen doen. En dat ga ik niet bij Elna's doen. Want wegens persoonlijke omstandigheden kan het even op het moment helaas niet. Dus ik ga bij iemand anders langs. Ik heb een oproep gedaan op Instagram. Wie mijn wenkbrauwen kan doen in omgeving Rotterdam. En toen had iemand erop gereageerd. Nou ja, een paar hadden er wel op gereageerd. Maar toen had in iemand erop gereageerd. Toen keek ik naar de DM. En toen zag ik, want ik kijk echt altijd even een DM van, zo scroll ik altijd naar boven of iemand al eerder wat tegen mij had gezegd. Die had mij eerder een DM gestuurd. Dat was een heel lieve DM. Toen dacht ik, ja, ik wil gewoon bij haar langs. En ik ga haar wel vragen om een beetje een natuurlijke look. En iets dikker dan mijn eigen wenkbrauwen. Ik moet wel even duidelijk vertellen dat ik het ook aan het laten groeien ben. Maar het komt wel goed. Ik ben aangekomen. Ik heb echt zo'n koppijn. Echt. Het is maar dat ik echt heel erg nodig mijn wenkbrauw moet doen. Dan was ik echt naar huis gereden. Ik heb echt zo'n koppijn. Gewoon echt steken gewoon. Ze gaat eerst nu mijn wenkbrauw tekenen. Om te kijken of ik het wel mooi ga vinden. Nou jongens, ik zie er nu zo uit. Het ziet er een beetje gek uit. Maar het gaat helemaal goed komen. Wat ga je nou doen? We gaan beginnen met harsen. Dan gaan we eerst beginnen met het middenstuk. Mm-hmm. Onderstuk in 3 gedeeltes. En de bovenkant gaan we voor jou even met een pincetje okay. doen. In principe kan je hier gewoon je camera bij houden. Ga je dat nou wel met die strips doen hier? Ja, in het midden wel. In principe heeft daar ook eigenlijk niemand pukkeltjes. Op een of andere manier is echt de huid boven de wenkbrauwen. Mm-hmm. Waar vaak mensen gevoelig voor zijn. Het midden en de onderkant eigenlijk nooit. Oh, dat valt wel mee. Ja, top. Jongens, we zijn nu helemaal schoon geëpileerd en geknipt. Echt waar, mijn wenkbrauwen waren echt zo lang gegroeid. Ik moest gewoon lachen toen ze het zag. Maar weet je wat grappig is? Op beeld zie je het eigenlijk niet. Dat zijn ze zelf ook wel. Ja, maar ik heb best wel heftige wenkbrauwen. Ja, en ik heb ook best wel veel haargroei echt richting de arcade. Ja, zeg maar. Hier zeg maar. Ja, dat zie je echt niet op de video. Dat heeft ze helemaal weggeharst. En nu gaan ze dus verven. Ik mag kiezen tussen een henna verf en normale verf. En ik ben toch voor normale verf gegaan. Omdat ik het een beetje, ja, ik vind het gewoon een beetje minder heftig. En ik wil toch wel een beetje natuurlijk nog een beetje laten eruit zien. Heel anders dan ik van Elna's ben gewend. Dus ik moet er echt aan wennen. Maar ik ga dit wel bijtekenen. Want ik vind dit wel een beetje te dun en te strak voor mij. Als ik heel eerlijk moet zijn, had ik ook gezegd. Ja. Ik ben inmiddels bij Esmee. En we hebben net even samen mijn wenkbrauwen een beetje dikker gemaakt. Want ik vond ze best wel dun eigenlijk. En nu ben ik mijn hoofd een beetje aan het fatsoeneren, want we gaan even zo lekker samen eten. Weet je wel wat we gaan eten? Nee, wat kunnen wij eten samen? We kunnen naar Ja, dat is wel lekker hè. We kunnen, oh, je kan geen sushi eten. Wat kun je wel bij sushi eten? Ik kan wel zeg maar, hoe heet dat, op de losse zalm en zo eten. Oh ja. En die groenten. Oh, en zo, ja. Maar ze doen overal op de zalm en ze doen ze ook die saus nog overheen. Hè? Maar oké, moet ik. Kan je zeggen dat je zonder wil? Echt waar? Ja, dan gaan we het gewoon. Echt, kan dat?
Ja, waarom niet? Ik kan toch even zeggen, ik wil gewoon droge zalm. Of ik zeg maar zonder saus. Ja, ze doen toch altijd die saus en zo over. Nee, we gaan het gewoon zeggen dan. Ik vind mijn wenkbrauw echt veel dunner. Wat vind jij van mijn wenkbrauwen? Ja, ik vind, het is gewoon niet wat jij normaal doet. Ja, ik vind, ja, Elmas heeft natuurlijk heel anders. Besef, ik heb het nog wel dikker gemaakt. Ik was zeggen, nu vind ik ze niet dun. Ja. Maar zoals je, zeg maar, voor het effect wat jij wil, moet je ze wel... Ik moet ze nu wel weer een beetje laten bijtekenen. Groeien. Ja, en dan gewoon laten groeien als je ze weer wil, hoe je het had. Ik ga me even een beetje fascineren. En dan gaan we lekker uit eten. Ja. Ik ben juist hier lekker bezig. Ik ga even mijn wallen bedekken, want die waren echt heel erg ernstig. Zo. Ja, wat wil je zeggen? Dan heeft iedereen wel door dat ik zeg maar, nu, zeg maar geen wimpers heb. Wat dan zeggen ze dan? Dat ik geen nep ben. Dat kan ik... Nee, maar zeggen ze van je ziet er moe uit. Of zeggen ze gewoon, ja, ik heb geen nepwimpers. Ze zeggen vaak wel dan, heb je andere make-up? Je make-up is anders. Weet je wel? En dan heb ik gewoon... Dat. Maar dat had ik dus afgelopen week niet. Niet? Nee. Nee, maar ik heb het ook niet direct normaal gesproken. Ja, ik heb nu een beetje donker boven mijn ogen. Maar... Esme heeft even geen wimper extensions meer. Ja, onbelang. Maar ik zag het verschil niet. Ik vind nu erop let, vind ik het wel mooi. Sorry, ik lekker kapot wit. Maar ja, maar ik ook hoor. Wij zijn niet zo wit. We zijn toch niet zo wit? Wij lijken nog geen licht, man. Oké. We zijn echt wel iets bruin hoor. Best wel wit de laatste tijd. Oh, ja. Nou, die wallen gaan niet weg vandaag. We gaan vandaag voor een natural look, Zana. Zeg maar een natural look. En daarna pak ik haar poeder af. Elke keer gebruik ze iets wat ik nodig heb. Ja, we hadden net... Wenkbrauwpromenade op je... Dat zijn wenkbrauwproblems. Ik was er zo lang mee bezig. Oké, weet je dan, dit gaat niet worden. Kijk eens. Tijd voor... Dit is bijna de helft van onze vriendschap. Zo je dit soort geluiden. Ik wou het zeggen. En dan 9 van de 10 keer worden we pissig op elkaar als iemand anders dat geluid maakt. Als ik dat doe, wanneer Mer er geen zin in heeft, wordt ze gewoon pissig. Terwijl ze 9 van de 10 keer zelf dat geluid maakt. Ja, kan je nooit normaal doen. Altijd schreeuw je in mijn oor. Oh. Ik schrik altijd van jou, krijg ik altijd. Poeder is echt zo'n lifesaver. Wat is nou echt een goede poeder? Ben jij daar al achter? Ik denk dat ik gewoon weer voor Laura Mercier ga. Toch wel? Ja. Gaan we niet die Kylie proberen? Dat is wel een goede man, ik zeg je eerlijk. Ik ben wel benieuwd, wat zit er in die roze? Ik voel... Ik denk niet dat ik voor roze ga, ik zeg je heel eerlijk. Nee, ik zou gewoon voor die translucent. Ja, translucent. Maar anders heb ik weer zo'n miskoop waar je niks mee gaat doen. Ondertussen is SP een drol op haar hoofd aan. Het zijn haar woorden hoor. Ik maak het niet meer lachen. Mensen gaan denken op een kutvriendin. Wij zijn inmiddels in Zoetermeer aangekomen. We gaan nu even parkeren en we gaan dus sushi eten. Dat is eigenlijk heel raar, want ik mag niet eens sushi eten. Ik mag geen rijst. Nee, maar ik ga dus eigenlijk alles bestellen zonder rijst en saus. We hebben dus vooraf gebeld van, nou ja, is het mogelijk om bijvoorbeeld zalm te bestellen zonder saus? Of vlees zonder saus? Dus ja, is mogelijk. Dus vandaar dat we hier naartoe zijn gekomen. Hoe heet het tuintje ook alweer, Es? Unico. Uniki. Oh, weet ik veel. In ieder geval, daar hebben ze best wel goede sushi. Dus ik ben best maar wel we gaan er vaak eten. Ja, klopt. Het we zijn er lang niet geweest. Ik denk een jaar of zo. Echt? Ja, toch, het is best wel lang geleden. Oh, wat ben ik nou aan het doen? Ik ga verkeerd. Oké, dag. Oh, jongens, het wordt een beetje mijn eten vandaag. Een beetje sashimi salade, komkommertjes. En ik laat jullie de rest even straks zien. Mensen, ja, kijk allemaal. Mijn bestellingen okay, nou. Allemaal eerder niet van Esme. Ik heb courgette, sashimi. Ik heb, wat is het ook wel? Beef roll met kaas. Met zaad. Wat? Garnalen, champignons en allemaal zonder saus. En ik heb wasabi en gember. Oh, lekker. Echt leuk. Wij hebben heerlijk gegeten. En even kijken wat ik zeg. Maar we zijn daarna nog naar Albertijn XL gegaan. En we hebben allemaal prut gehaald. Bij de Albertijn XL heb je allemaal dingen die je bij de normale Albertijn niet hebt. We gaan allemaal prut ophalen. Ik heb deze kalgom weer even gehaald. En hier hebben ze dus de grote potten van. Dat wist ik niet. Dat heb ik gescoord en nu gaan we richting huis. We hebben lekker gefroten. Koffietje drinken en jij gaat thee drinken. Ja. Even een lipcombi laten zien, want Esmee zegt dat deze lipcombi bij mij echt heel... Weet je wat zij zegt? Zij zegt dat deze lipcombi bij mij heel erg natuurlijk...
Zo, probeer het nog een keer. Natuurlijk uitziet. Terwijl ik denk van, dit is toch helemaal niet de definitie van wat natuurlijk eruit ziet. Want het heeft echt gewoon een kleur. Maar goed, de lippotlood Coffee heet die. Of Café. NYX. Ga ik even opdoen. Kijk, ik vind dit al best wel heftig. Ja, maar oké, dit is ook heftig. Deze niet. Dit noemt zij dus. Nee, je moet het even combineren, want je moet niet... Wat moet ik doen? Ja, zeg me nou hoe ik moet doen. Je moet het zo doen, alleen je moet niet zeggen dit is natuur. Kijk, oh ja. Trouwens, het is de Lip Gloss Butter Gloss. Ook van NYX, ik weet niet of het kleur. Oh, tiramisu. Ah, het klinkt wel goed. Goeie combi. Kijk, dan heb je dus dit. Dit. Kijk, dit. Nou, is dit natuurlijk? Kijk, ja, ik vind het echt mooi. Het is niet zo, zeg maar, met die matte dingen die je altijd dragen, zie je heel erg lippenstift. Ja, hier zit wel lippenstift. En hier lijkt het, kan het ook gewoon zijn dat je gewoon je lippen gehydrateerd hebt en je al zo'n kleurtje hebt. Ja, oké. Okay, kom eens hier, laat even zien hoe mijn wangen eruit zijn op beeld. Oké, één keer. Oeh, ja. Ja, is wel wallen, man. Oeh, ja, je hebt echt wallen. Ja. Maar veel erger dan in het echt. Dat is niet waar. Maar op beeld is alles erger dan echt. Mijn batterij is bijna op. Wij gaan hier nu lekker chillen. En Esmee heeft lekker thee van mij gemaakt. En ze gaan zo nog chai latte van mij maken. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe ze dat gaan maken. Want ik vind het echt zo erg lekker altijd. En ze heeft echt een speciale chai latte. Zo Indian, toch? Indian chai. Met ginger en cinnamon. Ik ben echt lekker. Ik ben net thuis. Even kijken, ik voel me niet zo heel erg lekker vandaag. Ik heb echt vanaf 's ochtends al echt fucking hoofdpijn. Niet normaal. En ik heb verder geen pijnstillers of zo genomen. Ik denk van, je hoeft niet bij alles gelijk een pijnstiller te nemen. En daarnaast is mijn batterij alweer bijna op. Dus die moet ik ook gewoon opladen. Wat ik nu ga doen is ik ga douchen. En gisteren is het ook echt aan mijn hoofd geworden. Ik weet niet goed voel. Ik ga nu douchen en daarna ga ik gewoon lekker op de bank hangen tot deze thuis is. En dan gaan we gewoon lekker even chillen en daarna gewoon rustig gaan naar bed. Ik hoop dat jullie deze korte saai vlog leuk vinden. En ik zie jullie denk ik gewoon morgen weer. Doei!